Hendrik Teulings, ja, de Champions Cup is voor Mazeik na een nipte match. Maar ja, jullie grijpen er weer net naast. Ja, die prijs krijgen we maar niet te pakken precies. Hè. Die Supercup of nu Champions Cup hebben we nog niet dikwijls gewonnen. Het is een beetje cliché, ze zeggen dikwijls. Ja, het is geen belangrijke match, maar ik ga dat niet zeggen. We wouden deze match absoluut winnen. En ik denk dat Mazeik bewezen heeft dat ze een goed team hebben dit jaar. En dat is leuk. Ja, het wordt spannender, denk ik, dan vorig jaar. Hè? Denk het ook, ja. Denk het ook. Het is alleen maar positief, hè, voor de competitie en voor de neutrale supporter. Dus ja, nogmaals. Goed, jullie hadden misschien nog weinig informatie over dat nieuwe Mazeik. Dit gaat veel leerstof opleveren voor jullie. Ja, het is een beetje eerste kennismaking. Hè. Dus, maar dat geldt ook een beetje voor hun. Oké, ze hebben een paar spelers. Ons team is niet veranderd, dus dat is misschien een licht voordeel. Maar wij putten daar ook een voordeel uit, omdat we beter ingespeeld zijn al dan hun. Dus ja, het is een beetje langs beide kanten. Dus ja, kijk er naar uit. Hè. Als dit een voorbode is van het seizoen, dan zou ik zeggen, laat maar snel komen. Ja, ik vond het niveau ook verbazend goed eigenlijk. Zeker voor zo'n eerste wedstrijd. Ja, van beide kanten eigenlijk al een vrij hoog niveau in deze fase van de competitie. Oké, tot snel. Ja, dank je, Mark.